Een nieuwe naam en een nieuwe tribune. UNICEF Open hoopt niet alleen indruk te maken met het deelnemersveld. Het is helemaal nieuw gemaakt. Je ziet ook dat alles er heel mooi en strak uitziet. Hele nieuwe materialen, alles van aluminium en staal. Geen houtwerk wat werkt op het weer. Dus het is één geheel. Het geeft ook de mogelijkheid om flexibel te bouwen. Dus in hetzelfde systeem bouwen we skyboxen, terrasboxen en de VIP-boxen, de tribunes. Dus alles past in elkaar. Verhuur? Dat, dan varieert dat tussen de 5 en de 15 euro per plaats. Het is maar net van hoe hoog de constructies opgesteld zijn. Hoe hoog, des te dieper, des te meer onderconstructie, des te meer rijen dus eigenlijk dan. En waar we bouwen in Europa natuurlijk dan. Of we bouwen in Den Bosch of we bouwen in Oslo. Dat scheelt nogal aan transport natuurlijk. Dus allemaal factoren die erin meetellen. Dit is de eerste keer dat deze constructie in zijn geheel staat. De firma van Stockholm heeft dit ontwikkeld, ontworpen en gebouwd. Maar er is nog niet voldoende capaciteit aanwezig om dat voor alle banen te doen. Dus we hebben ons nu geconcentreerd op het Center Court. Op het Center Court verwacht de organisatie straks weer 7500 toeschouwers per dag. En tel daar de televisiekijkers bij op. En het is duidelijk dat de tribunebouwer hoopt een visitekaartje af te kunnen geven. Wij maken hier winst op en zeker de aandacht om zo'n wereldprimeur als product hier op dit evenement weg te mogen zetten. Dat is de andere manier van winst van ons eigenlijk dan. Dus dat, ja, daar zijn we ook heel trots op, zeer zeker. Ja. Dus volgend jaar weer zo'n tribune hier? Ja, absoluut. We hebben het nu gezien. Het is de eerste keer nogmaals dat het hier staat en we zijn heel tevreden hoe het is gegaan, hoe de opbouw is verlopen, veel sneller, veel makkelijker en het ziet er gewoon heel goed uit.